daar zit een denk ik de crux in. Het gaat niet om portretten, het gaat niet om wat je ziet. Het gaat ook niet om de gekke muts of attributen. Maar het gaat om het vervreemdende effect, waardoor het zo'n krachtig beeld wordt, denk ik, dat we het niet tegengrepen worden. Nou, dat was mijn gedachte over het werk. Ik hoop dat ik zo direct bij de borrel al jullie gedachten hoor. Het is toch wel interessant om die een beetje naast elkaar te zetten. En ik vind het heel fijn dat we je hier hebben mogen hangen. Want dat is hier voor ons. En het is fijn dat jouw werk in een andere context zit, dus in een institutionele, bij een museale omgeving, ook een museumsomgeving. En het is fijn dat we, nou ja, eigenlijk ben je een beetje het begin van een serie, dat we gaan werken met Nederlandse jonge kunstenaars. En die geven graag een plekje. Dus heel hartelijk dank u voor uw bijdrage aan deze tentoonstelling. En we hopen dat jullie allemaal, iedereen hier mee naar toe gaan. Dank u wel. Yeah.